Daar gaat hij. Wij kregen als Wereld Natuurfonds heel vaak bij events die we hadden, kwamen mensen met die spullen en zeiden van ja, ik heb dit van mijn oma gevonden en ik weet niet wat ik ermee moet. Ik wil het niet hebben. Kunnen jullie er wat mee doen? Misschien voor educatie of zo. Dus we kregen heel veel spullen, omdat we ook niet wisten wat we ermee moesten doen. Tot we op een gegeven moment zoveel spullen hadden dat we hier naar de RVO gingen en zeiden van ja, wat moeten we hier nou mee doen? En toen zeiden ja, dat moet vernietigd worden of moet hergebruikt worden. En nu eindelijk is er een mogelijkheid hier om een container te gebruiken en dat hier te deponeren voor iedereen die dat wil of nodig vindt. Ja, het is inderdaad niet zomaar een bak. Eigenlijk is het vooral een bak voor awareness. En heel veel mensen hebben iets van stukken in bezit waarvan ze eigenlijk niet meer weten waar ze het van hebben of wat ze ermee moeten. En om te voorkomen dat er handel in komt, willen we eigenlijk deze bak beschikbaar stellen om daarmee je spullen kwijt te raken. Zonder dat je ze weer in de handel moet gooien op marktplaats of dat soort dingen. Want dat is uitermate slecht voor de beeldvorming ook. Ja, de bak is voor ons inderdaad erg belangrijk omdat we hebben gemerkt dat mensen het toch lastig vinden om van ivoor of producten van wilde dieren af te komen. Daarom hebben we ook een verzoek ingediend om een inleverpunt vanuit de overheid, zodat mensen het kunnen inleveren in de gedachte dat de overheid er in ieder geval voor zorg draagt. Dat mensen niet meewerken aan de illegale handel in bijvoorbeeld ivoor of aan de stroperij van olifanten.